Eindhoven heeft weer laten zien waarom het lichtstad wordt genoemd. Op de baan van tennisclub Volley werd de eerste buitenpartij wereldwijd onder LED-verlichting gespeeld. Aan de ene kant de oud-tenniscoach van Jaco Elting en Paul Haarhuis, Alex Reinders. En aan de andere kant tennisser Pleun Burgmans. Zij waren erg te spreken over de nieuwe veldverlichting. Ja, het is mijn eerste kennismaking. Ik denk evenals voor iedereen, want het is de eerste baan die überhaupt geopend wordt. En ik moet zeggen dat het erg prettig licht is. Ik ben geen groot voorstander van kunstlicht, omdat ik zeker bij tennis, als je in de lampen komt, dan ben je hem vaak toch heel eventjes kwijt. En dan komt hij uit de lampen, dan pak je hem vaak weer op. Maar hier verlies ik eigenlijk geen moment de bal uit zicht. Dus ik ben er zeer over te spreken, ja. Ja, het is fel licht en het is net als dat je overdag speelt, dus het is heel fijn. Fijner dan de oude lampen? Ja, zeker. Die waren niet zo scherp en dan had je veel donkere plekken, dus deze zijn veel fijner. Volgens LED-expert Joost Verhoeks zitten er alleen maar voordelen aan de LED-verlichting op sportvelden. De LED-lampen kun je direct aanzetten en dan zijn ze ook gelijk op volle sterkte. Als je ze uitzet, kun je daarna ook de LED-lamp gelijk weer aanzetten. Bij gewone lampen, conventionele lampen kan dat niet. En LED-lampen kun je dimmen. Dus je kunt een tussenstand pakken afhankelijk van wat de situatie op het spel is. Bij training bijvoorbeeld heb je soms dat je op een bepaalde plek in het veld best met minder licht toe kan. Terwijl je op een andere plaats misschien meer licht wil hebben. En een groot verschil is het strooilicht naar buiten. Zodat het makkelijker is met LED-lampen in een bosrijke omgeving of in een woonwijk. Verlichting op sportvelden te hebben en die ook 's avonds aan te houden. Binnen enkele maanden wil Eindhoven ook LED-verlichting gaan plaatsen op een hockey- en een voetbalveld. Welke verenigingen in aanmerking komen is nog niet duidelijk.